Robert Alblas verlengt zijn aflopende contract bij NEC. De 25-jarige doelman tekent voor 1 seizoen. Alblas kwam in 2018 naar NEC na een lange tijd bij Ajax, maar raakte al na 6 wedstrijden geblesseerd. NEC heeft toch vertrouwen in de keeper en verlengt zijn aflopende contract nu. Dat is nu officieel. Robert Alblas tekent bij NEC. Gefeliciteerd. Ik ben weer helemaal fit. Ja, het is heerlijk om te kunnen zeggen. En het voelde ook gewoon heerlijk om weer met de groep bezig te zijn. Ik was eigenlijk al fit, alleen toen kwam corona natuurlijk eroverheen. En dat heeft me eigenlijk alleen maar extra tijd gegeven. Dus ik voel me goed. Ik heb natuurlijk extern gerevalideerd. Dus dat was een heel erg individueel traject. Maar ik ben wel elke wedstrijd geweest, zowel uit als thuis. Om toch betrokken te blijven bij de groep. En ook daarin proberen een steun te zijn en op die manier te helpen en je steentje bij te dragen. Maar goed, nu kijk ik met heel veel vertrouwen gewoon de toekomst in en kijk ik lekker vooruit. Ik ben hier natuurlijk al 2 jaar geleden gekomen en 5, 6 wedstrijden gespeeld. En daar heb ik natuurlijk een heerlijk gevoel aan overgehouden. En ik heb ook echt het gevoel dat ik iets moet afmaken hier. En in die zin begint het voor mij opnieuw. Omdat ik weer met fris en als nieuwe speler hier weer ben. Zo voelt het. Ja, het is natuurlijk, je hebt 6 wedstrijden toen je gespeeld. Toen raakte je zwaar geblesseerd. Ja. Wat doet dat een beetje? Je kwam hier met grote ambities naartoe. Die heb ik nog steeds hoor. Ja. Maar hoe voelt het dan dat NEC er toch vertrouwen geeft om dat af te kunnen maken? Ja, dat voelt heel goed. Ze hebben in eerste instantie al gelijk gezegd dat de optie niet gelicht zou worden. Maar dat ze absoluut met me doorhouden. Dus dat gaf voor mij al heel veel heel trots en dankbaar gevoel. En in begin mei hebben we om de tafel gezeten. Hebben zij hun plan aan mij voorgelegd. En ik hoe ik erover dacht. En dat sloot mooi op elkaar aan. En daarom sta ik hier met een heel goed gevoel. En ben ik NEC dankbaar dat ze zoveel vertrouwen in mij hebben. En trots op mezelf dat ik me er doorheen heb geslagen en dat ik nu sterker dan ooit ben. Ja. En wat gaat je rol eigenlijk zijn als keeper? Hè? Is er gesproken al om als eerste keeper dan door te gaan? Nou, ik denk dat het een mooie concurrentiestrijd gaat worden met Matthijs en de andere keepers. Ik denk dat het voor ons allebei alleen maar goed is. We zullen elkaar elke dag beter maken en dan is het aan de trainer natuurlijk om te bepalen wie die opstelt. Maar ik denk dat het voor ons allebei dat we er heel veel zin in hebben. En uiteindelijk moeten we op het veld laten zien wie de beste is.